Nou, ik weet al eigenlijk vrij veel van Slovenië. Ja, omdat ik een Sloveense vriendin heb. Zij heeft mij al... daardoor ben ik hier al dus vaker geweest. Ik heb ook al, ben al eerder geweest omdat ik samen met een Sloveense teamgenoot heb gespeeld in Nederland. En zijn naam is Luka Slabe, is hier ook trainer van Kropa. En vandaar dat ik al wist waar ik terecht. Nee, in eerste instantie weet ik niet zo even een Sloveense beroemdheid. Nou, wat langer nadenken, misschien wel een sporter, een bokser. En Zavets. En de biathlon vrouw, maar daar weet ik de naam niet van. Die heb ik ontmoet op een president bijeenkomst. Vanwege het feit dat de ACH vorig jaar vrij goed heeft gedaan in de Final Four, waren ze uitgenodigd. En zo ook ik. En ben daar naartoe gegaan om te kijken hoe het was. En het was heel gezellig. Ja. Iedereen vond het prima. Ze wisten dat ik bekend was met Slovenië. Ze wisten dat vanwege mijn Sloveense vriendin. Iedereen wist dat ik waar ik terecht zou komen. Ook heeft de ACA gewoon een goede reputatie als club zijnde. En ja, dat was geen probleem. Na mijn Italiaanse avontuur in Italië wilde ik eerlijk gezegd het liefst in Italië blijven. Maar ja, helaas kon dat niet vanwege mijn auto-ongeluk. En toen kwam ACH voorbij en dat was eigenlijk om nog in Engelse termen te blijven, een no-brainer. En dat was done deal, tekenen en bij ACH spelen. Mijn eerste gedachte was niet het vliegveld, omdat ik op Klagenvoort landde. Maar meer iets van een Oostenrijk Alpenlandschap. En omdat we vroeger ook vrij veel op wintersport gingen, maakte ik die connectie. In Nederland heb je vrij weinig bergen. En vandaar dat het mijn eerste indruk een beetje het Alpenlandschap in vergelijking tot Oostenrijk. Maar heel erg mooi. Ik woon in Sassiep, dus vandaar dat het... Woon ik in de midden tussen de bergen in en ja, het is geweldig. Ze spreken Nederlands, gewoon Nederlands. Er is niks anders dan te maken. En daarbij komend spreek ik nog een klein beetje Engels, een klein beetje Duits, omdat ik vlakbij de Duitse grens woon. En daarnaast... Een klein beetje Italiaans na het afgelopen avontuur van afgelopen jaar. Hier ga ik geen antwoord op geven. Met alle respect voor de tv, media en de website. Ik hou van de openheid van Slovenië. Alle mensen staan open voor alles. Zijn begrijpend, gewoon prima, echt prima mensen. Ze zijn ietsjes minder emotioneel dan de omringende landen zoals Kroatië en Servië. Wat voor mij erg goed is. En als ze nog ietsjes directer zouden zijn, dan zouden ze bijna hetzelfde zijn als Nederlanders. Ik kan zo 1, 2, 3 niet echt heel veel slechte dingen bedenken. Ik heb het echt goed naar mijn zin hier. Ik heb een prima appartement. De club regelt alles tot in de puntjes van details. En als ik dan toch iets zou moeten zeggen, dan is misschien ietsjes meer speeltijd. Maar mijn concurrent Sket doet het gewoon erg goed en heeft... laten zien tijdens de Champions League wedstrijd dat hij nog eigenlijk geen steek heeft laten vallen. En toch
voornamelijk als een van de meest stabiele spelers overkomt. En gelukkig hebben we hier daarnaast ook nog de MEFSA, waar ik dan nog wat wedstrijden in kan spelen. En dat is mijn geluk. Desondanks wil ik natuurlijk heel graag spelen. Maar ik ben niet de coach en hoop op mijn kans. Let's start with Bled. Dan we have Ljubljana, Maribor, Celje, Kraan, Jesenice, Ptuj, Novo Mesto. Ik weet niet zijn naam. Ik heb hem wel gezien, dus ik zou het aan de ene kant wel moeten weten. Maar voor mij is hij gewoon de president van Slovenië en staat hij er heel parmantig bij. En krijg ik nu de naam van jou te horen. Ik dacht 2,2 miljoen, maar het schijnt er dus 2 miljoen te zijn. Wat ik al eerder zei, de openheid in vergelijking met Nederland is bijna hetzelfde. Ze staan open voor alles, voor alles en iedereen. En ook houden ze van om een leuk feestje te bouwen of gewoon een goede tijd te hebben met vrienden, kameraden en weet ik veel wat allemaal. En ze hebben aardig wat gevoel voor humor. Het is makkelijk om met de Slovenen in de deuk te liggen. Ja. Ik heb Burek gezegd, Pleskovica, maar dat klopt allemaal niet. En ik denk, ik moet tot de conclusie komen dat ik er niet echt een typische Sloveense schotel ken. Nee. Nee. Mijn vrienden zijn al wat vrienden hier geweest en toen hebben we het volgende gedaan van eerst een avondje Bled en om hier een beetje rond het meer te kijken. Toen ook nog naar het casino geweest en wat geld gewonnen, dus dat was goed voor de volgende dagen die daarna kwamen. Daarnaast heeft mijn vriendin ze het meer van Bojan laten zien en ook natuurlijk de hoofdstad Ljubljana. Dus ik denk als er weer wat mensen zouden komen, dat ik die drie dingen in eerste instantie zou laten zien. Het is een moeilijke vraag. Ik heb veel, echt superveel leuke momenten gehad. Maar om er nou echt eentje uit te pikken, dat is heel erg lastig op dit moment. Misschien dat het me later nog te binnen schiet. De vrije tijd besteed ik meestal met de buitenlandse spelers, de Canadezen. Adam Simats woont bij mij in het appartement, dus vandaar dat ik al sowieso iets meer tijd met hem besteed. Desalniettemin drinken we wel kopjes koffie met elkaar of gaan we uit eten met elkaar tussen de trainingen door. Maar het programma is niet echt heel uitgebreid met superveel vrije dagen. Dus op het moment dat we vrij hebben, dan gaan de Slovenen meestal naar huis of op huis aan. En wij zijn dan toch gewoon vrij. En spendeer ik wel meer tijd met de buitenlanders dan met de Slovenen. Ja. Ja, de Slovenen noemen me meestal Kaiki en de Canadezen hebben een eigen naam verzonnen, de Butcher. En dat is meer omdat ik 1 of 2 keer op bal goed hard heb geslagen en vandaar dat ze die naam hebben overgenomen. Ja. Met mijn vriendin Vesna Vardic in Zasip. Nee, ik ben niet echt. Ik heb geen heimwee of wat dan ook. Alles is vergelijkbaar met Nederland en alles is binnen 10 uur rijden zou ik eventueel thuis kunnen zijn. Dus die gedachte die staat me wel bij. En
Nee, het enige wat een beetje anders is dat er een paar bergen omheen zijn en voor de rest is alles vrij normaal. Niet iedereen smokt een jointje. In Slovenië, dat je met mijn salaris dat ik hier verdien beter uit de voeten kan. Als je alleen over een kopje koffie praat, dan is het gewoon een groot verschil. In Nederland betaal je daar 2,50 voor. En hier is het een euro 30 misschien. Daarnaast is de benzine een heel stuk duurder in Nederland. We zitten bijna op 1,60 euro, terwijl we hier op 1,27 euro zitten. Dus dat is bijna 30 cent per liter. Misschien de elektronische apparatuur is misschien iets goedkoper in Nederland. Maar de appartementen en de huizen zullen ongeveer hetzelfde zijn. Alleen de grote huizen denk ik dat in Slovenië iets goedkoper zullen zijn ten opzichte van Nederland. Maar voor de rest weet ik bijna zeker dat je in Slovenië beter uit bent met het salaris. Ja. Of ik mijn Nederlandse verblijfsvergunning kwijtraak. Zo niet, dan zou ik hem zeker aannemen. En ik ben ook vrij serieus met mijn Slovense vriendin. Dus die in de toekomst zit dat er misschien sowieso wel in. En zal ik sowieso misschien wel een Slovense verblijfsvergunning hebben. Ik heb nog één uitnodiging staan voor een ijshockeywedstrijd van mijn huisbaas. Daar ben ik overigens nog niet geweest, maar dat gaat nog wel komen. Daarnaast zou ik nog een keer basketbal willen zien in Stožice. En voor de rest, ja, misschien eventueel nog een... Ik was van plan om naar een vechtgala te gaan, maar op het einde kon ik helaas niet. En we zien af en toe wel eens wat basketbaldingetjes tussendoor, voorafgaand aan onze wedstrijden, maar ja, dat telt niet echt. Wat moet ik zeggen? Ik heb er één, dus tot zover zijn ze super. Blijf naar onze wedstrijden komen. Jullie zijn super enthousiast en het is een van de beste soorten atmosfeer die je maar kan bedenken voor een speler. Het klinkt misschien een beetje slijmerig, maar jullie zijn dusdanig, jullie creëren dusdanig atmosfeer om voor de spelers te spelen. Dat denk ik een van de beste atmosfeer is in heel Europa om daarvoor te spelen. Dus, blijf enthousiast, blijf springen, blijf dansen op die tribunes in de Stožice. En dan is Slovenië gewoon een topland om in te spelen.